Suzanne en ik ga vandaag weer lekker koken, samen met Jen. We gaan een lekker Surinaams gerecht maken. Dat klopt. Kun je eerst even voorstellen aan de kijker? Tuurlijk. Mijn naam is Jennifer Jessica en ik ben auteur van het Surinaams Koken met Jen kookboek. En we gaan vandaag een wat makkelijkere variant van herheri maken. En dat is dus een combinatie van zoete aardappel met banaan. En wij maken hem met gerookte makreel. Dus heb je er een beetje zin in? Ja, heel erg. Nou, super. Ja. We gaan als eerste zoete aardappel schillen. Ja. En we gaan natuurlijk bananenstukken snijden. Ja. En dit is een bakbanaan? Ja, dit is een bakbanaan. Dus geen normale bananen. Bakbanaan is dit. En die kan je dus koken of bakken. Mm-hmm. Maar wij gaan hem vandaag dus stoken. Oké. Okay. Ja? En jij gaat hem mij laten zien hoe je die... Ja, dat is super. ...kan pellen. Ik snij gewoon uiteinden. Want hier zit de schil er veel strakker om dan bij een gewone banaan. Klopt. Maar. Dus op het moment dat je de uiteinden even afsnijdt en hier een inkeping maakt, dan kan je hem heel makkelijk er zo dus vanaf halen. Oh, ja. En het hangt dus een beetje af van de rijpheid van de banaan. De een gaat er makkelijker vanaf dan de ander. Mm-hmm. Kijk, deze is nog iets rijper, dus dan moet je hem gewoon wat langer inkeping maken. Okay. Ja? En deze kan je dus ook niet rauw eten, toch? Nee, die kan je niet rauw eten. Okay. Ik ga ondertussen wat doen met de zoete aardappel. Zoete aardappel, die mag je schillen. Schillen en vervolgens in stukken snijden. Kijk, zo. En dan snij je hem in grove stukken. Okay. En wat mag ik zo met mijn aardappel doen? Aardappel, zoete aardappel mag je zo ook in stukken snijden. Okay. In de Surinaamse keuken maken wij dus eigenlijk bij 99% van de gerechten gebruik van tomaten, uien en selderij. Mm-hmm. Maar ook een teentje knoflook. En dat gaan we nu dus ook weer doen. Ik zal de zoete aardappelen even in een kommetje plaatsen. Bananen bedoel ik. En als jij je zoete aardappelen daar zo ook bij zou willen doen, dan is dat prima. Ja. Want die ga je tegelijkertijd stomen? Ja. Okay. Doen we samen in de stoompan. Zou ik een kleiner mesje van je mogen? Ja. Super, dankjewel. En je zei net dat het eigenlijk een variant is op een heel traditioneel Surinaams gerecht. Wat is dat dan voor iets? Herheri is dat. Dat is echt een gerecht dat uit de binnenlanden van Suriname komt. Mm-hmm. En we noemen dat ook wel grognang. En dat betekent eten dat dus de ingrediënten die uit de grond voornamelijk komen. Oh, ja. We maken dus gebruik van aardappelen, maar ook van vis. Dus herheri wordt grognang genoemd. Maar in de Surinaamse keuken maken we het ook geregeld met bakkeljauw. Dat is dus gezouten kabeljauw. Mm-hmm. Maar het is ook prima om het met gerookte makreel te maken. Okay. En klopt het nou dat dit een van jouw favoriete gerechten is? Ja, zeker. Absoluut. Je bent sowieso wel visfan van toch? Ja, ik vind het erg lekker. En ik merk ook dat ik steeds minder vlees eet. Yeah. Dus dan is dit gewoon een prima gerecht daarvoor. En de kinderen vinden het ook heerlijk door de zoete bananen. Oh ja. En zoete aardappel. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja. De ui snij je dus gewoon in stukken. Doe alles ook in een apart bakje. En dan hebben we nog een teentje knoflook. Doen we erbij. Die wil je gehakt hebben of wil je dan... Ja, in fijne stukken. Ik ga een beetje tranen. Oeh. Scherp uitje. Ja, heb ik niet snel en ook niet vaak, maar dat is een goed uitje. Die knoflook mag ze ook hierbij? Ja, dat mag er ook bij. Tomaatjes mogen er ook bij. En dan hebben we hier dus ook nog verse selderij. Daar haal ik de bladeren vanaf. En dan snijden we die ook in stukken. En eet jij regelmatig vis? Ja, best wel. Okay. Maar niet per se veel makreel. Dus ik vind het wel leuk om dat een keer te maken. Toch weer even wat anders, hè? En bakbanaan eigenlijk ook. Okay. Ik denk dan nog nooit gestoomd. Nee. Nee. Kook je het dan meestal?
Ja, dat of bakken. Oké, lekker. Maar dan meer echt het met de donkere... Ja, maar als je het dan bakt, hè, heb je dat dan als hoofdgerecht of bijgerecht? Nee, wel echt bij. Oh ja, ja. Nee, ik wil net zeggen. Wij kennen het ook als bijgerecht namelijk. Absoluut niet als hoofdgerecht gebakken. Maar wel gekookt of gestoomd. Mm-hmm. En ik zie hier nog een spitskool liggen. Ja, kan spitskool, ik die nog even... Ja, zou super zijn. Mag ook eens zijn reepjes gesneden worden. Haal dit eventjes weg. Ja. Zou je dan die grote aan kunnen geven voor mij? Dan kan ik daar een spitskool in. Ja, super, alsjeblieft. Selderij snij ik in fijne stukken. Mm-hmm. En als jij dus spitskolen ook in fijne repen wil snijden, heel graag. En nu zijn we er volgens mij al bijna qua voorbereiding. Ja, absoluut. En selderij mag ook gewoon bij de tomaatjes hoor. En overloop. En wat is zo dan de eerstvolgende stap? Dan gaan we een vloeibare margarine gaan we verhitten. Mm-hmm. En dan gaan we uien, tomaat en knoflook fruiten. Bakken we eventjes aan. En dan gaan we de grote makreel nog eventjes erbij pakken. Nou, zie ik er goed in. Dus lekker fijn gesneden. Mm-hmm. Baktijd. Ja, toch? Ja. Zal ik de vis er ook even bij pakken alvast? Goed idee. Dan doe ik eventjes een zoete aardappel en banaan in de stoompan. Hé, hey, en Suzanne, mochten de kijkers thuis nou geen stoompan hebben, maak dan gewoon gebruik van een normale pan waar je normaal je aardappelen in kookt. Dus dan kook je de Ja, dat is ook prima hoor. Okay. Mag ik deze even aan jou geven? Yeah. Dank je. Laten we ongeveer 15 minuutjes stoken. Okay. En dan tegelijkertijd gaan we verder met de vis en de spitskool. Ja. Als ik van jou de vloeibare margarine mag, doen we die in de pan. Ja. Dan gaan we nu uitjes, tomaat en knoflook, selderij. Zou ik de gerookte makreelfilet mogen? Ja. Ja. Asje. Kook jij elke dag? Nee, niet elke dag. Nee? Maar wel 5 keer in de week ongeveer. Oh, okay. Ik vind het ook wel heel leuk om uit eten te gaan. Ja? Dat doe ik ook wel veel. Hoe gaat het ondertussen met ons pannetje? Ja, het gaat goed. En dan straks komt nog de spitskool erbij. Ja, spitskool doen we er zo nog bij. En we doen er straks ook nog wat water bij. Mm-hmm. Ja, laten we nog eventjes 2 minuten door putteren. Dan doen we vervolgens... spitskool erbij. Ja. En ik zie hier ook nog masala staan. Ja, masala doen we er ook nog bij. Dat doen we nadat we spitskool erbij hebben gedaan. Ja. Doen we ongeveer 2 theelepeltjes masala. Mm-hmm. En het is dan wel de Hindoestaanse masala die we gebruiken. Hij ruikt heel sterk. Ja, klopt. Heel lekker wel. Ja. En wat zit hier dan allemaal voor kruiden in? Weet je dat? Ja, onder andere een combinatie van koriander zit erin gemalen. En de Hindoestaanse masala is dus echt geel van kleur. Ja. En je hebt ook de Indiaanse garam masala. Die is wat meer bruin van kleur. Ja, minder fel dan deze. Klopt, klopt. En het is wel belangrijk om lekker Hindoestaanse masala te gebruiken. Ja. Want dit gerecht is niet gemaakt... om het met garam masala te maken. Kijk, spitskool doe ik er even bij. En dan gaan we dat nog even roerbakken. Ik kan het wel nu al heel lekker ruiken. Ja, het ruikt erg lekker. Ja, absoluut. Je mag er nu 2 theelepeltjes masala bij doen. Dan roerbak je het geheel nog even. Zou jij nog water kunnen pakken? Ja. Ongeveer 80 milliliter. Dan is dit ietsje meer. Ja. Kan ik erbij dan? Ja, dat kan erbij. Super. Ja. Nou, roeren we even een keer. Nou, dan zijn we er bijna. Want dan doen we zo weer deksel op de pan en dan laten we het eventjes doorstomen. Okay. Ook ongeveer 15 minuutjes. Mm-hmm. Zo. Nou, doen we even de pan. Deksel op die pan.
Het is belangrijk om dit op laag vuur te doen, want anders verdampt het water natuurlijk te snel. Nou, dan wachten we even, ongeveer 15 minuutjes. Okay. Zo. Hoe gaat het hier? Nou, dit ziet er super uit. Is het al bijna klaar, denk je? Nou, ik denk dat het echt al wel met 10 minuutjes, 8 à 10 minuutjes, is het wel klaar hoor. Ik doe er nog een half bouillonblokje bij, met minder zout is hier. Dus dit is net om het nog ietsje meer smaak te precies, geven. Precies, klopt. Dus een half bouillonblokje. Dat is voldoende. Nou, dan roeren we hem nog even. En waar laat je zelf dan nog meer op als je gezond eet? Ik let onder andere op mijn zoutgebruik. Mm-hmm. En dat heeft ook wel de reden omdat ik na mijn tweede bevalling helaas een zwangerschapsvergiftiging, althans tijdens mijn tweede zwangerschap een zwangerschapsvergiftiging op heb gelopen. Dus ik moet daar wel op letten. Ja. En ik merk ook wel dat ik gewoon veel gebruik maak van het stomen van mijn gerechten. Ja. En dan gebruik ik toch gewoon wat minder onnodige vetten eigenlijk. Oh ja. Zal even kijken. Ja, hoe is het met onze bananen? Nou, perfect. Hij is zacht, hè? Ja, hij is zacht. En de aardappel? Zoete aardappel. Die mogen nog wel even. Nou, binnen 5 minuutjes zijn deze wel klaar. Okay. Ja, volgens mij is ons gerecht klaar. Ja, laten we kijken. Ja, ik zal eens even kijken. Als onze zoete aardappelen nu wel zacht zijn. Perfect. Ja, zien er goed uit. Ja, zien er goed uit. Voorzichtig, het is heet. En dan even kijken naar onze kool en gerookte makreelfilet. Ben je tevreden? Ja, ja, absoluut. Zeker tevreden. Nou, dan kunnen we opscheppen. Ja. Ja? Geef ik deze even aan jou. Ik heb wel trek gekregen van al die luchtjes, jij niet? Ja. Ja. Ruikt zo lekker. En wij doen dit er altijd dus op, hè? Ah ja. Zodat de smaken dan ook lekker kunnen mengen? Ja, of wat, ja. Doe je dat? Ja, weet ik eigenlijk niet. Het is gewoon een traditie eigenlijk. Dat doe je er altijd op. Zo. Zo, we gaan lekker eten. Eet smakelijk. Ik hoop dat jullie het een superleuke video vonden. En de volgende keer weer gaan kijken. Ja, ik vond het erg leuk om hier samen met je te koken. Yeah. En dan wil ik toch nog even tegen de kijkers zeggen, Yang Sweetie. Yang Sweetie. Heb je ook zin in meer wereldse recepten? Abonneer je dan op ons kanaal en zet je belletje aan.